Niet? Nee, dus je vouwwerkjes waren ook voor niks. Nou, dan ga ik mijn tas maar weer uitpakken. En alle uitnodigingen afzeggen. Ro, wacht er nou even mee. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat jij je nou schuldig voelt. Ik snap best dat hij teleurgesteld is. Dat ben ik zelf ook. En daarom twijfel ik gewoon nog steeds op het wel. Nee, niet doen, niet twijfelen. Dit is echt de juiste beslissing. Na ons gesprek, wat je zei, je hebt gewoon gelijk. We moeten blijven. Heeft ze dit van jou? Heb jij net zo lang op haar ingepraat dat zij besloot te blijven? Nee, zo is het niet helemaal gegaan. Je moeder en ik hadden gewoon een heel goed gesprek. En toen ben ik op andere gedachten gekomen. Ik vind het anders wel erg toevallig dat ze daar met jou over begon toen ik net weg was. Ja, jij was gewoon naar box en wij hebben samen even een beetje ingepakt. Jij hebt mij gewoon expres weggestuurd om met haar alleen te kunnen zijn. Doe niet zo raar. Je wil gewoon dat ik blijf. Daar draait het om. Het gaat weer eens allemaal om jou. Jij bent hier de grootste egoïst, hoor. Jij verlaat je moeder gewoon en je denkt er geen seconde over na hoe dat voor haar is.